En de winnaar van de categorie houtbouw van de Schrijnwerk Awards 2021 is PXP Projects BV. We kijken nu naar een winnende project. Ici, on se trouve à Saint-Gilles, au bord de la petite ceinture de Bruxelles, donc les anciens remparts de Bruxelles. C'est un quartier assez dense de base. Et donc ici, le projet qu'on a fait, c'est de densifier le tissu en créant un logement supplémentaire, là où avant, il y avait uniquement un grenier. C'est un gebouw dat 6 verdiepen kende in zijn oorsprong. We hebben daar een verdiepje afgeroomd. En daar zijn dan 2 nieuwe verdiepen opgekomen, die zowel van de mandelige muren eigenlijk gaan dragen van links naar rechts, wat dat een open plan mogelijkheid biedt. Hier stond eerst een appartement en nu van 1 verdiepje. En nu zijn dat een volwaardige appartement, 2 verdiepen eigenlijk. J'ai dessiné tout le projet. J'ai travaillé ensuite avec Peter Vrezen de PXP pour adapter le projet à la préfabrication bois et rendre le projet constructif. On a voulu faire un appartement qui correspondait à nos besoins, mais qui soit aussi très adaptable. C'est-à-dire qu'on ne construise pas seulement pour nous, mais pour des tas de futurs possibles. C'est pour ça que, par exemple, les murs, on peut les démonter, aller changer les techniques. Il y a beaucoup de réservations techniques. Il n'y a pas de point de stabilité intermédiaire. On peut transformer l'espace comme on l'entend. Dit is een modulaire gedeelte, ja, ook een recirculair verhaal. Je ziet dat alles is geschroefd. Dat is ook zo in het houtskletbouwgedeelte met de plaatmaterialen. Dus met andere woorden is dit gebouw demonteerbaar en hergebruikt in zijn oorspronkelijke materialen. Je kan je nog veel gaan hergebruiken. Dus dat is toch wel veel aandacht aangegeven. Daarvoor heeft de architect ook een bi-exemplarie gewonnen en dat is zeer terecht ook. Alle 4 grote bouwwijzen, zowel beton, staal, hout, wat dat je natuurlijk obvious is in dit verhaal, hebben we hier gebruikt. Hij heeft voor 4 CLT's hier niet gebruikt. Die combinatie daarvan is een zeer grote uitdaging, omdat je andere uitzettingscoëfficiënten kent, zeker met het bouwboegenverhaal. Maar niet alleen dat, heb je ook bepaalde gewichten van betonnen elementen die aan de voorgevel hangen, die je eigenlijk moet kunnen verankeren. Ook tijdelijk moet kunnen vasthouden. Weten dat die vloer een oude vloer is waar je eigenlijk niks op kan verankeren, moet je daar wel oplossingen voor genereren. En dan het logistiek aspect. Dus eigenlijk is deze werf in al zijn aspecten hebben die een limiet bereikt. Er zijn wel verschillende belangrijke aspecten die meegedragen hebben om dit project als winnaar te kiezen voor het Schrijnwerk Award in de categorie houtbouw. Het eerste is eigenlijk de beheersing van het materiaal als hout, die hier gebruikt wordt als constructiemateriaal, maar die daardoor ook kan gediend worden als afwerkingsmateriaal. Nu, wat is er daar zo belangrijk aan? Vele andere materialen, zoals beton, staal en metselwerk, worden niet zo direct gebruikt om ook zichtbaar te behouden. Een tweede punt dat ook belangrijk is, is de harmonie tussen oud en nieuw. We staan hier eigenlijk op het dak van een historisch pand met een zekere erfgoedwaarde. Dat is heel harmonieus bediend geweest, het heel moderne aspect tegenover het klassieke gebeuren van het historische bouw. Dan een derde punt dat ook belangrijk is, is de invulling in het stedelijk weefsel met een urban villa. Bovenop het dak, zelfs met een eigen tuintje, een eigen dakterras. En een heel luchtige woning met heel veel ramen en licht zorgt er toch wel voor dat je hier een prachtige villa hebt bovenop een dak, midden in het centrum van een heel grote stad. Een van de speciale techniekjes die we hier gebruikt hebben is onder andere het marmer verkleven tegen de geel achtergevel. Dat is een gerecupereerd materiaal uit het Noordstation. Een ander voorbeeldje van een speciaal techniek is dat we toch eigenlijk een omgekeerd principe hebben. We hebben een buitenwand die beton is en die eigenlijk aan de houtskletbouw vasthangt. En vaak is dat omgekeerd. Maar in dit verhaal hebben we hout als hoofddraagstructuur gebruikt. Het materiaal bouwboer dat we hier gebruikt hebben is een beenhard materiaal. Dat wil zeggen dat je eigenlijk alles wilt gaan voorboren. Bij wijze van spreken krijg je er geen nagel in geklopt. Je moet eigenlijk een gaatje gaan boren om het naaldje erin te krijgen. Dus het is een zeer moeilijk materiaal om te verwerken. Het is zeer vochtgevoelig, maar het is ijzersterk. Het heeft geel 75, heel hoog qua kwaliteit. Als afsluiter waar we dit project voor gekozen hebben, is het Hansse concept van biobased bouwen. Dus wat is biobased bouwen? Dat is gebruik maken van alle materialen die een natuurlijke oorsprong hebben.
En een heel sterk punt daarvoor is dat elk product of elk materiaal die hier gebruikt wordt met een biobased oorsprong, zorgt voor de CO2-opname vanuit de lucht. Dus dat betekent dat we dat met dit gebouw hier x aantal ton CO2 per kubieke meter hout dat gebruikt is, dat voor een lange periode van 20, 30, 40, 50 jaar terug die CO2 uit het lucht gehouden wordt. Dus dat is toch wel een heel belangrijk punt om dat mee te nemen binnen de houtbouw.